Plunderingen, vernielingen en een gaslek. Het oude raadhuis in de Hoge Heide gaat gehavend tegen de vlakte. Zodra de asbest is verwijderd en de bodem is onderzocht, worden het raadhuis en alle panden in de raadhuisstraat van nummer 60 tot en met 82 gesloopt. Dieven hebben inmiddels alles meegenomen wat los en vast zat. De sloop roept uiteenlopende reacties op. Opluchting omdat het na alle vernielingen nu eindelijk tegen de vlakte gaat en ongeloof omdat het raadhuis zou blijven bestaan. Volgens omwonenden is het verkocht onder de voorwaarde dat het niet gesloopt zou worden.